hij had dominee moeten worden en dat hij is ook naar het gymnasium gegaan, net als zijn vader en zijn grootvader en zijn hele geslacht van dominees. Maar hij sloeg een andere weg in en hij heeft tot vier gym heeft hij het uitgesteld om het aan zijn ouders te vertellen. Want hij dacht, dat kan niet. Dat geen dominee worden. Dit heet het domineespaadje. En dat is omdat vroeger de dominee kwam naar de oude pastorie, naar de kerk liep. Ja. Want we zijn nu gewoon nog met het eerste stuk bezig, hè? Van wie was Bart Westerbeek van Eerten. Ja, dat al heel veel. Dus dat wordt heel erg leuk. De dominee die in de zorg ging, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Die, want de taak als zielenherder heeft hij verruild voor een taak voor de mensen in nood. Ja. Ja. En dat was eigenlijk zijn roeping. Maar ik denk hulp aan de mensen in nood. Dat was zijn roeping. Dominee daar helemaal niet in zat. Ja, maar hij was toch wel, hij zat wel in de kerk natuurlijk, maar dat was natuurlijk altijd wel toen. Maar het niet zoiets dat die mensen wilden bekeren of zo. Nee, maar omdat hij in archeologie geïnteresseerd was. Ja, als wetenschapper. Ja, kun je natuurlijk niet in de Bijbel. Nou ja, hij had wel een plan om zendelingarts te worden, dus hij hield dat ook zijn ouders voor. Ja, dat was compromis, hè. Ja. Maar door de oorlog kwam daar niks van terecht. Dus dat plan dat liep in het honderd door de Eerste Wereldoorlog. En dat was eigenlijk zijn compromis. Van oké, dan word ik geen dominee, maar word ik al zendeling arts. Ja. Dat, Dus hij was best loyaal naar zijn ouders. Want hij kan ook zeggen van ik ga gewoon medicijnen doen. Ja. Ja. Ja, maar zoveel generaties. En Dus hij heeft dat toch jarenlang als een lode last gevoeld. Dat hij geen dominee heeft geworden. Ja. Ja. Ja, hij was wel een beta inderdaad, want hij had ook interesse in sterrenkunde, bijvoorbeeld. En dus als hij s'avonds na een nachtdienst, dan thuis kwam, dan ging hij nog eens goed kijken van, oh, het is prachtig noorderlicht. En dan, ze wist daar ook veel van. En dan schreef hij daar een stukje over en dan stuurde hij dat op aan, ik denk nu dan het KNMI is. En ik heb daar regel stukjes gevonden van hem, dus dat B.J. Westerbeek van Eerten, dus over Noorderlicht en allerlei andere sterrenzaken vertelde. Ja, dus daar was hij geïnteresseerd. De Bertha, ja. De Bertha, ja.